Nou, maar mensen, we gaan vandaag een vlog opnemen, Ervan. 55 jaar en dan de torentocht, hè? De drie torens. Welke drie torens gaan wij zien? We gaan naar de Vlaastoren, de Kempentoren en naar de Hertgang. Dus één keer hier in de Utrecht, twee keer in Tilburg. Ja, en hoeveel renners zijn er morgen gestart? Een dikke 500, en ik denk 520, 530 rijders start zijn. Dat is allemaal veel, mooi, hè? Dat is heel veel. Ja, hoeveel kilometers gaan ze doen? 65 de korte ronde en 100 voor de lange ronde. Dus circa 65, circa 100 kilometer. Mooie trainingsrondje voor het Vrijthof. Dat is het idee, hè? Vandaag geld inzamelen. Juist, voor het Vrijthof. Voor het goede doel. Ja. Juist, ja, ja. Yes. Daar gaan we voor. Karen en Jacques. Hier is de organisatie. Hier is de organisatie. Jacques en Martijn. Kom mee rijden, Karen. Yo, mannen. Hey. Het is de chickies, Karen. De chickies. Hey, mannen. Toon en Fien. Dus wij hopen deze les te zetten. Ja. We hopen dat de les te zetten. Oké. Anders wordt er goed gegeten. Ja. 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 Fanatieke renners! We zijn vertrokken. Ja, we zijn vertrokken, Karen, omhoog, ja. Op Vlaastoren. 20 meter. Hoeveel trappen vooral? Want, Dat is een hele goeie. Dat wist ik eigenlijk wel. Dan moeten we even terugkijken. Dat weet ik zo niet meer. Wat echt een sportdag vandaag. Oh, wat een uitzicht nu al, hè? Mooi, hè? Hey, ik voel een beetje wiebelen, is dat goed? Ja, ja. Hij moet een beetje wiebelen. En zijn beweging is ook zo berekend, maar hij moet een beetje wiebelen, klopt. Ja. En hoeveel kilo zit erin? Er zit 30 ton staal in. Ja. 30 ton, 30.000 kilo is hier gemaakt. En dan met de bomen hier uit het goed, de Utrecht hier. Mooi uitzicht. Zo. Mooi, hè? Zeker. Ja. Prachtig. Ja. En dit was eigenlijk de eerste toren die we gebouwd hebben. Ja, we hadden al eentje eerder ooit gebouwd in Den Haag, heel lang geleden. Dit is de eerste hier met de Stichting de Torenbouwers. Ah. De Stichting Torenbouwers doen we samen met Houthandel van Dal, Vergisberg in Aannemer en dan Reierink. En dan Wiet Vermeelde, dat is ook een van de initiatiefnemers. En hier hebben we ook de medewerking gehad van Harry Brevriers, dat is de rentmeester hier van landgoed de Utrecht. We gaan naar de volgende, Arnhem. Wat denk je hoeveel traptredens? 120. Dat weet jij gewoon. Ja, dat weet ik wel precies. Ik heb die toren zo dicht begonnen. 100 uur traptredens, Karen. Serieus. Ja, maar wie tekent zo'n toren? Maar kijk, weet ik niet of een aarde heeft de constructeur gedaan. Ja, heeft de constructeur gedaan. Dat was toen destijds Tielemans uit Eindhoven. In samenwerking met Sigma, hier uit Hilvarenbeek. Die hebben uiteindelijk het ontwerp gemaakt en detailberekening gemaakt. En bij ons Mark Moeskops, een tekenaar, die heeft heel de toren uitgetekend. Dat zijn paradepaardjes van Mark. Ja. Kijk, daar komen we weer aangefietst. Ja, oké, daar gaan we nog wel. Hey mannen, succes! Ah, lekker man. Geniaal. Karen, daar is onze Gino op dan. Oh nee. Waar kom je vandaan, Gino? Ja, ik kom uit de kop van Noord-Holland, maar ja, weet je, als je toch uitgenodigd wordt om bij drie gave staalconstructies te kijken op de fiets, wat wil je nog meer? En daar is een collega staalbouwer uit Noord-Holland. Oh echt? Ja. Ja. Op, Hey Dennis! Ja, we zijn binnen. Dit is de Kempentoren in Tilburg op het Spoorpark. Ah ja, Spoorpark. Dat is eigenlijk een kopie van de Vlaastoren. Alleen hij is hoger. En als we hem hoger hebben moeten maken, kon ik niet meer met de boomstammen werken. Het is heel goed weer. Dan kun je de Vlaastoren zien. Ja, dat is Willem II Stadion. Daar van mijn Koningshoeve. Dus daar is er een Vlaastoren. Maar goed, waar precies dat weet ik nog niet, Karen. Maar ergens in die kant in. Plek nice, populaire plek. Het is een beetje de eyecatcher ook van het park. Ja. Deze toren. En ze zijn nog bezig om nog een tokkelbaan te maken. Dus ook een beetje outdoor sports te beoefenen hier. Daar moet ik al een beetje rekening mee houden. Dus, ik vind het een mooie constructie. Mooie constructie, hè? Ja. Echt, hè? Ja, dat is gaaf. Kom, Kaat. Zet hem aan. Waar zijn we, Willem? We zijn bij de Hertgang. De toren, de Hertgang bij de A58. Moeten we eerst deze berg besteden? Ja, dat hoeft eigenlijk niet. We hadden er ook mooi omheen kunnen lopen, Karen. Maar goed, wij doen een beetje de alternatieve route. We lopen straks wel even terug. Conditie. Goed. En die ouwe? Goed. Topfit. Topfit. Ja. Ik denk dat je de aandacht mag, man. Kijk, hier komt dan een fietser omhoog, Karen. Heel goed. Ik zie dat jij hier ook een vakantiewoning hebt staan. Klopt, ja. Dat is leuk, hoor. Als ik ruzie met Karen heb, dan moet ik hierheen. Dan slaap ik hier. Hier slaap ik regelmatig in die blauwe vakantiewoning. Ja.
Willem, ik zie wel dat deze toren echt anders is dan die andere twee. Ja, het is geen kopie van die twee die we net gezien hebben, Karin. Nee, duidelijk. Deze echt maar... Ook, maar dat kwam, dit ontwerp is via de gemeente Tilburg aangeleverd. Het is geen ontwerp van het kopie zeg maar, van de Vlaasporen en de Kempentoren. Dit is meer echt een vakwerkconstructie. Een eigen vakwerkspand waar de, de trappen en de bordes tussenin zitten. Het zijn echt gewoon vakwerkconstructies, traptreden met een eindbordes. Ja, en dan zitten we hier op 25 meter hoogte op een mooie uitzicht te genieten. Ja. Mannen. Hoe is het? Ja, daar weer. Daar, ja, maar ja, dan moeten we nog fietsen, hè? Dit weer is alles leuk, toch? Ja. Bas, hoe is het? Goed. Ja, 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 ja. Hey. We zijn erbij. We zijn weer rond. Hey. Hey. Ik was hier meteen ontvangen. Goed gegeten? Ja. Ik ben nieuw. Ja, dat vind ik zeker. Lekker, hè? Ja, we sluiten hem af binnen, Willem. Zo is hij binnen de torenroute. We zijn tevreden, Karin. Proost, hè? Dit is een beloning naar de meest. Juist. Proost. Proost. Was een mooie dag. Mooi van elkaar. Hartstikke mooie dag, leuk. Mooie torens. Ja, leuk initiatief. Wat vrijheid op Vrijthof, hartstikke mooi. Dus we zijn er trots op. Kijk. Super. Proost. Nou, Karin, heb jij goed gedaan.